hier in het atelier van Jos van Ekstel in Schijndel. En hij is de restaurateur van het schilderij van de Keurvorst van der Pfalz. En ik ga met Jos praten over het werk wat hij nou gaat verrichten. Want ik zie van alles liggen. Ik zie de lijst in stukken. Ik zie het schilderij los van de lijst, enzovoort, enzovoort. Dus Jos, ik zou heel graag willen weten, wat heb je toch allemaal gedaan? Nou, om te beginnen heb ik het schilderij, heb ik het ontdaan van het oude doek. Dat ziet er natuurlijk verschrikkelijk uit. Dat is de achterkant? De achterkant van het doek. Hij is al een keer bedoekt geweest, het schilderij. Maar het is helemaal stuk. Ja, dus, dat doe ik in gedeeltes afscheuren. Hè. Oh, dat was niet, maar dat is nou. Ja, kijk, ja, hier zie je nog de tekst. Die wordt straks opnieuw aangebracht. Oh. Dus wat we hebben nu gedaan, dan hebben we het oude doek eraf en hebben we het nieuwe doek aan de achterkant weer aangebracht. Dit is het nieuwe doek. Oké. Okay. Kijk je dan ook naar de draadjes die je moet gebruiken? Ja, zeker. Ja, en wat we ook doen is, we hebben het geplakt met harswas, ja. Dat heet colofonium. Daar zit dit doek op het originele doek geplakt nu, om te verstevigen, want hier zitten scheuren. Ja. Die zijn aan de achterzijde eerst gefixeerd middels een papier met een gomlaag. Daaroverheen wordt de harswas aangebracht en dat wordt ingestreken. Dit moet nog een keer gebeuren, omdat dat kun je ook voelen. Het is nog niet helemaal glad. En wat doe je dan? Ga je dat dan doe je met schuren, de strijker? Nee. Kijk, we hebben hier een mooi strijkijzer. 5 kilo. Is dat een speciaal strijkijzer? Ja, dat is een kleermaker strijkijzer. Oh, oké. Okay. Van vroeger. En dan strijken we aan de achterzijde, maken we het dus warm. En strijken we het overtollige harswas, strijken we naar de onderkant in dit geval. En dan wordt dit glad. Het oppervlak. En dan is het beter te behandelen. Oké. Okay. Nou, dan is het. Als het helemaal klaar is, dan wordt dit de zijkant. Die wordt voorgezet met schellak. Schellak, dat is een harssoort. Dus dit. Dat ruikt een beetje dus op alcoholbasis. En waar is dat? Wat ze vroeger gebruikten voor de waterleidingen, CQ-stroomleidingen in de grond. Dat maken ze dicht met dikke schellak. Oh, oké. Okay. Dus hartstikke waterdicht. Ja. Nou, als dat gebeurd is, dan kan ik verder gaan met het schoonmaken van het schilderij. Oh, dat is nog niet gebeurd. Nee, dat is nog niet. Ik heb hier een klein stukje. Hier zie je het verschil. Zo. En daar bij het hoofd. Bij ja, hij krijgt opeens wit haar. Ja, en dan zal ik hem wat draaien. Nee, dat zal ik ook even laten zien. Er zit hier een grote overschildering. Oh ja. Zie je? Ja. Dus die wordt ook weg, gaat die allemaal wordt ook weg. Weggehaald. Oké. Okay. Oh, wat een groot verschil is dat, zeg. Mooi, hè? Ja. Zal ik een stukje doen? Ja. Doe je dat met terpentijn of wat gebruik je dan? Ik gebruik in dit geval aceton. Aceton, oké. Okay. Ja. Want ik heb gelezen dat water nou niet direct slim is om te doen. Water is uit een boze, hè? Ja. En spuug? Dat is ook uit een boze, ook water, hè? Toch? Oh, ik las dat spuug dan toch weer een andere samenstelling heeft. Nee, kijk wat ik nou maar doe. Maar dat is toch niet de bedoeling? Is de vernis die eraf komt? Ben je nooit bang dat je de verf meeneemt? Nee, die heeft altijd proefjes gemaakt, hè? Oh, hoe heb je de proefjes gedaan? Ergens in een. Nee, altijd in een wit puntje hier op het hoekje van het haar. Oh, daar. Oké. Okay. En dan kijk je wat het beste is, terpentijn ja. Of... Ja, dat varieert van ethanol tot ethanol met methanol tot aceton toe. Verder is het zo dat als dit helemaal klaar is, dus helemaal egaal is, dan wordt het schoongemaakt, dan worden gaatjes gevuld. Kijk, hier ja, zit een gaatje. Ja, dat is een gaatje. Ja, en dit hier ook. Vul je dat dan ook weer met doek? Nee, dat wordt gevuld met krijt- en beenderlijm.
Beenderlijm. Moet alles wat ik doe moet reversibel zijn. Ja. Dus dat is het vak van een restaurator. Die moet alles wat hij doet reversibel. Het moet er altijd weer af. Omkeerbaar. Kunnen. Ja. Dus dat gebeurt met beenderlijm en krijt. En die breng je aan hierop. Eerst zet je die schellak voor. Dat die goede binding heeft. Nou, en dan kun je hem gewoon helemaal bewerken. En dan uiteindelijk opspannen. En als die klaar is, in de retoucheren is. Ja. En dan wordt hij geretoucheerd. Ja. Dus dan gaat hij naar de ezel toe. En dan gaan we daar... Dan ga je daaraan werken. Lijntjes zetten. Ja. Puntjes. Ja. En dan is het klaar. Maar dan zijn we een tijdje verder, hoor. Ja, want ik zie ook, dit is geen recht toe recht aan schilderij. Nee, dit is nee. Mooi rond en het is en hol, daar, hè, en hol en daar bol. En hier zit een hele brede laag. Ja, maar dit is het origineel, hè? Dit is ja, het is, beeld wat we krijgen, hè? Ja. Van deze lijn tot deze lijn. Maar je hebt dan ook een hele bijzondere lijst. Ja, dit is ook een bijzondere lijst. Ik zag hier achter mij een of ander... Ja, dat is het frame waar het op gespannen zit. Kijk, en wat ze... vergeten hebben hierbij, in het verleden toen ze dit gemaakt hebben, deze kant die is niet goed afgerond. Oh, dus die is scherp. Die is scherp. En dan zie je. Is niet goed voor doek. Dan zie je hier, zie je die lijn lopen. Oh ja. Daar is hij al op gebroken geweest. En dat het dan nou terug is in Ravenstein. Ja. Dat het dan, en dat in volle glorie kunt aanschouwen straks. Ja, hè? Ja, prachtig. Dan hebben we toch weer een beetje bijgedragen aan de geschiedenis ja. van. Dan van de heer van Pfalz. Van de heer van de Pfalz, ja. Van de heer Pfalz. Ja. Maar nou zie ik hier ook dat goud en zo, hè? Ja. Moet dat ook dan nog opnieuw gedaan worden? Nee, nee, nee. Of wordt dat nee, wordt, mooi als het... Als die oude vernis eraf is, dan... als die oude vernis eraf is, dan moet je niks doen. Het is ook niet echt goud, hoor. Nee, maar goed. Ze werken met een met gele oker en rood. En ze zetten een lichtpuntje op, wit, zodat het goud lijkt. Aha. Dus je kon ook een knap met een goede manier van schilderen. Hè? Ik vind dat heel knap, heel decoratief, ja. Mooi. Ja. Maar ik zie hier ook allemaal van die spikkels. Is dat ook beschadigingen? Ja, het zijn allemaal kleine beschadigingen. Overschilderingen. Zie je dat? Oh, dat is veel. Ja, dat is heel veel. Kijk, hier ook. Het is echt heel oh, dat is heel erg. Ja, daar. Oh, god, ja. Zo. En hier zijn ook allemaal overschilderingen. Ja. Zo, dat is een hoop. Ja. Dus ja, dan kun je je voorstellen, als de schilderij straks klaar is... Oh, dan is het een meesterstuk. Dan heb je een meesterstuk. Dat durf ik van mezelf niet te zeggen, maar dan is het wel 100 keer mooier dan wat het nu is. Maar nou is het nog zo dik en zwaar. Ja, blijft ja, dat zo? Dat blijft zo, ja. De steun die je nou heeft, die moet je ook hebben. Ja, die heeft ook geen spietjes aan de achterkant. Exact, de raamwerk kun je niet uitslaan. Nee. Dus dan heb je het gevolg is dan dat je breuklijnen krijgt op die breedte van het latwerk... Ja, oh, wacht, dus, daar is die. Ja, de binnenkant, dit is niet mooi geschuurd. Het is niet mooi rond. Ga jij dat nou doen? Dat ga ik doen. Ja, ja want zeker. Dat is natuurlijk voor het behoud. Hè? Ja, kijk, dit. Als je dit voelt, dat is hartstikke scherp. Ja, dat kun je ook wel zien. En dan breekt hij op. Ja. En als je dan een goede beschermlaag heeft... Dus ja, dan kan hij wat, goede, ja, kan hij wat hebben. Kan hij wat hebben, ja. Maar ik zie ook iets van goud... Ja, dit is goudverf. Aan de onderkant, goudverf. Dit is goudverf en in overleg met de opdrachtgever hebben we besloten om de lijst helemaal te herstellen. Dit gaat er helemaal af en dan wordt die polyment verguld. Dus bladgoud. Heet dat, is dat bladgoud, polyment verguld? Nee, de werkwijze van het bladgoud behandelen. Oh. Dus in dit geval heb je, als je dit polyment doet, dan krijgt het een krijtlaag, dus dit wordt eerst weggeschuurd. Ja. Dan krijgt het een nieuwe krijtlaag, er ja. komt een rode bolus overheen, dus pijpaden. Dat is allemaal termen die ja. even vertalen. Ja. Nou ja, dat is een soort van ondergrond, zeg maar een primer. Ja. En die wordt vochtig gemaakt middels alcohol. En daar wordt het blaadje goud opgelegd, er ja. zuigt zich daar vast. Ja. Als dat helemaal droog is, kun je het met een brineerstift of een agaat, kun je het helemaal polijsten. En als je dat dan afzet tegen dat zwart en dan dat goud, chic. En dan zo, dan ja. heb je natuurlijk iets fantastisch. En dat hè? Komt hier ook in terug, hè, de ja. schilderij. Ja, 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 ja. ja. Oh, prachtig. Goed, Jos. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Nog heel veel succes hè, met de rest. Gaat lukken. Ja, dat denk ik ook wel.